Dames en heren, terwijl het laatste lid van uw raad gaat zitten, constateer ik dat we compleet zijn en dat het 19:30 is, dus we kunnen beginnen. Welkom op deze raadsvergadering, een wat bijzondere vergadering, omdat we aan het eind van deze vergadering ook nog een besloten deel hebben, daarover straks meer. Er zijn geen mededelingen te doen. Ik kijk ook even naar onze plaatsen van het griffier die hier naast me zit. Voor de meesten een welbekende, maar voor het publiek misschien niet. Johan Kok mag nu de rol van adviseur in uw midden vervullen. Wellicht hebben we hem nodig. Dat zullen we zien. Hij is de steller natuurlijk van het reglement van orde wat ons allemaal bindt. Dus als de dilemma's opdoemen, dan komen we daar wel uit. Ja. Ik stel aan de orde agenda punt 3, het eerste inhoudelijke agenda punt, het vaststellen van de agenda. Wenst iemand daarover het woord? Ja, de heer Boy. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, wij willen eigenlijk agenda punt 8.1, project Zwanenburg-Gasloos. Dat willen we wat opschorten en dat wil ik graag toelichting op geven. Uw motief om met dit voorstel voor een agendawijziging te komen mag u natuurlijk toelichten. Dank u wel. Voorzitter, wat vanavond de raad aan het college wordt voorgelegd betreft het project Zwanenburg-Gasloos. Als we het hebben over de impulsen voor duurzaamheid is het een mooi voorbeeld hoe we die verduurzaming concreet vorm kunnen geven. Onze fractie heeft het raadsvoorstel en de onderliggende rapporten uitvoerig beoordeeld en we moeten helaas vaststellen dat het nog geen compleet beeld van de haalbaarheid geeft. Simpelweg omdat een onafhankelijk onderzoek naar die haalbaarheid van het project ontbreekt. Dat geldt zowel in financieel als in technische zin. Dat maakt het voor de fractie van BBC 2014 niet alleen lastig, maar ook onmogelijk om nu een goed onderbouwd oordeel te geven of, binnen de geschetste financiële en technische kaders, het project Gasloos-Zwanenburg haalbaar is. Uit het raadsvoorstel is de indruk gewekt dat het haalbaarheidsonderzoek reeds heeft plaatsgevonden. Maar datgene wat nu aan de raad is gepresenteerd en het afgelopen vrijdag nog is bijgesteld, blijkt goed beschouwd een kostenraming te zijn. Onze conclusie dat de voorliggende stukken vooralsnog geen compleet beeld geven van de haalbaarheid van het project, wordt hiermee naar ons idee bevestigd. Om als volksvertegenwoordigers een goede afweging te kunnen maken, moeten ook de nodige cruciale informatie aan het raadsvoorstel toegevoegd worden. Gasloos-Zwanenburg is absoluut een beloftevol en ambitieus project, maar het gaat tegelijk om een aanzienlijke investering. Een investering die niet zonder risico is. Met enkel een kostenraming, zoals wij het in de fractie tenminste beschouwen, kunnen wij geen goed gefundeerd oordeel vellen. De fractie van BBC stelt dan ook voor om dit agendapunt op te schorten totdat het onafhankelijk onderzoek door de gemeente Coevorden ingesteld naar de haalbaarheid de kennisgeving aan de raad is voorgelegd. Dat is een duidelijk pleidooi ten aanzien van een wijziging in de agenda. Uitvoerig, meer dan uitvoerig, zeg ik maar eventjes onderbouwd. Bijna een eerste termijn voor het onderwerp, zou je bijna zeggen. Maar ik roep de overige leden van de raad toch op om daar niet op de inhoud te reageren, maar wel op het procesvoorstel wat voor ligt, namelijk agenda punt 8.1 om de door de heer Boy genoemde redenen van de agenda te verwijderen. In ieder geval is dat zijn motief. Er kunnen ook andere motieven zijn voor uw leden om daar een oordeel over te hebben. Maar het gaat om het voorstel om 8.1 van de agenda af te voeren. Mevrouw Vissering. Dank u wel, voorzitter. Ook wij zijn van mening dat vanavond niet het juiste moment is om het agendapunt 8.1 te behandelen. Wij vragen dus ook uitstel en wat ons betreft wordt dit zeker geen afstel. We zijn blij met dit plan van verduurzaming en alle lof voor het bestuur dat hiermee zo kundig en vol enthousiasme mee aan de slag wil gaan. Echter, ook wij zijn van mening dat je pas een besluit kunt nemen als je alle gegevens hebt en die hebben wij op dit moment niet. Niet alleen het haalbaarheidsonderzoek is bij ons net als bij de BBC een punt, maar wij willen ook eerst meer weten van de buitenbaden en hun verduurzamingstrajecten.
Wij zijn van mening dat de wethouder iets te lichtzinnig op de vragen die hierover gesteld zijn tijdens de commissievergadering heeft gereageerd. En wij vinden dat dit zeker meegenomen moet worden gezien de verduurzaamheidsopdracht die alle vier zwembaden destijds hebben gekregen. Ondanks dat we oprecht geprobeerd hebben alle informatie daarvoor te verzamelen, is de tijd tussen de commissievergadering en de raadsvergadering te kort geweest voor ons om een goed gefundeerd besluit te kunnen nemen. We vinden dat het raadsvoorstel er nu met stoom en kokend water doorheen wordt gejaagd. En wij nemen onze rol als volksvertegenwoordiger zeer serieus en daarom steunen wij dit voorstel tot uitstel. Dank u wel, voorzitter. Andere fracties. De heer Slomp, PvdA. Dank u wel, voorzitter. Ik hoor de bedenkingen van VVD en BBC, maar volgens mij juist geen reden om het voorstel niet in behandeling te nemen. Als we het voorstel bespreken met elkaar, kan elke fractie op tafel leggen welke aandachtspunten zij nog ziet, welk eventueel nader onderzoek zij nog ziet. En kunnen we bij elkaar ook een beetje gevoel krijgen hoe we er met elkaar in zitten. Dus ik zou een warm pleidooi willen houden voor juist wel te behandelen. Anderen? Ja, mevrouw Driehuis. Ja, dank u wel. Ja, ik ga wat dat er gaat met de heer Slomp van het PvdA mee. Ik denk dat we het stuk goed hebben kunnen beoordelen. En ik zie geen enkele reden om het nu van de agenda te halen. Heer Zuur. Ja, dank u wel, voorzitter. Het lijkt ons goed om het in ieder geval wel te bespreken. Dan kun je dan in kaart brengen wat je nog mist bij dit voorstel. Als we het nu van de agenda laten verdwijnen, dan wordt het ergens in de toekomst weer gepland. Wanneer, weten we niet. En zijn die stukken er dan wel bij? Volgens mij moeten we dan juist gaan bepalen wat we willen zien, wat we willen hebben, wat we uitgevoerd willen hebben, om dan een goed besluit te nemen. En ik hoor de VVD zeggen, wij hebben nog geen besluit kunnen nemen. Nou, volgens mij doen we dat ook vanavond, nadat we erover gedebatteerd hebben. En eventueel uitstel kun je dan ook richten naar tijd. Je kunt zeggen wat je nog mist. Er kan een toezegging gedaan worden van de wethouder van nou, dat ga ik leveren of dat ga ik niet leveren. Het lijkt mij ook goed, de heer Slomp zegt ook van elkaars nieren proeven. Dat lijkt me op zich ook een goede zaak, want ook een haalbaarheidsonderzoek of een second opinion of hoe je het ook noemt, kost geld. De wethouder weet dan wel of die daarmee door moet gaan of niet. Dus ik zou ook willen pleiten voor het gewoon bespreken vanavond. Juist om die aspecten. Helder. Andere fracties nog? Naar het duit in het zakje doen over deze afweging, de heer Bouwers. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, het lijkt me in ieder geval, wat ook al is geopperd door de heer Zuur, om dit vanavond wel te bespreken. We hoeven niet te beslissen. En ik voel ook helemaal mee wat de heer Boy inbrengt betreffende de haalbaarheidsonderzoek. Ja, goed, dat punt had ik ook op papier staan. Dat komt het allemaal wel goed? En nou, wij kunnen daar dan in bespreking nemen. Lijkt me een goede zaak. Dank u wel. Anderen? Prima. Heer Hoedemaker. Ja, het kan heel kort zijn. Laten we het gewoon bespreken. Goed, daarmee alle fracties hun motieven weergeven. Ik maak op één ding wel attent. Dat het op de agenda laten staan en dus bespreken betekent in ieder geval ook een besluit. Maar dat besluit kan ook zijn dat het wordt verdaagd. En dat er inderdaad helder is wat er nog gedaan moet worden om een besluit te nemen zoals het college u vanavond heeft voorgelegd of een dan inmiddels geamendeerd voorstel. U kent de route die voorstellen doen. Maar het in bespreking nemen is nog geen zin dat dan onvermijdelijk datgene de uitkomst is als wat hier nu wordt voorgesteld door het college. Met dat laatste maakt u het college natuurlijk wel extra blij, maar dat moet allemaal blijken uit een bespreking. Maar het onderscheidende punt wat hier nu voor ligt is, er ligt een pleidooi om gewoon te zeggen, nou, gewoon helemaal niet meer op de agenda hebben, dan is dit wat we erover te zeggen hebben en dan is het klaar. Dan moet ik u wel ook meegeven dat het mij uit de commissiebijeenkomst niet zo duidelijk is geworden, en ik neem aan ook de portefeuillehouders niet, wat er wellicht nog aan werk en voorbereiding in uw richting te doen was, om te zorgen dat we er wel over konden spreken. En in die zin zou ik het ook wel zorgvuldig vinden als we daar op zijn minst wel even bij stilstaan vanavond. En dat kan alleen maar als u het op de agenda zou houden. Ja, mevrouw Visser. Ja, dank u wel, voorzitter. Mag ik u daarop attenderen dat wij op dat moment nog niet het haalbaarheidsonderzoek hadden ten tijde van de commissievergadering?
Nee, ik begrijp wat inderdaad wat nazendingen zijn geweest. Maar ik begrijp ook dat er verschillende beelden nog wel bestaan bij. Wat verstaan we nou precies onder datgene wat we nog nodig hebben? En dat lijkt me wel van belang om een ordentelijk verloop van dit toch wel belangrijke agendapunt ook met elkaar te waarborgen. Daar hebben we allemaal belang bij. Hoe je uiteindelijk ook vindt dat je conclusie moet luiden. Dus het zou mij wat waard zijn als we inderdaad ook in de gelegenheid zouden zijn, en dat kan niet als u het van de agenda afvoert, om even met het college dan van gedachten te wisselen in dit verband, om stil te staan bij de vraag hoe u dan bediend wilt worden. Dat lijkt mij wel een kwestie van zorgvuldigheid. Ik begrijp hoe u erin staat met het college, voorzitter, natuurlijk. En dat bespreken, dat is natuurlijk ook een punt, maar dat bespreken, kijk, als we nu het agendapunt afvoeren, en het college zou een onafhankelijk onderzoek naar technische en financiële haalbaarheid uitvoeren. En ze zou later terugkomen naar de raad. Dan hebben we toch alle gelegenheid om weer over te spreken. Dan komt toch ook weer in een commissie eerst en dan in de raad. Dan hebben we toch alle gelegenheid om over dit stuk weer te spreken. Het is toch niet zo dat we het vanavond moeten bespreken, want dat er anders geen gelegenheid meer is. Nee, en wij pleiten, ook niet voor afstel. Wij pleiten gewoon dat we ter degen goed voorbereid hierover kunnen praten. En wij willen graag weten de uitkomst van een haalbaar onderzoek. Dat is mijn punt. Maar u geeft nu weer wat u nodig vindt om tot de volgende bespreking te komen. Maar daarmee hebben we nog 6 andere fracties niet gehoord. En als we die willen horen, moeten we het gewoon ter bespreking op de agenda houden. Want dan kunt u het in ieder geval daarover hebben. Dat u dan met elkaar in meerderheid vindt dat het niet tot dit gevraagde besluit moet komen. Alle respect daarvoor, daar bent u voor aan zet. Daar gaat het ook vanavond over. Maar als u vindt dat er inderdaad de zorgvuldigheid van de discussie en de afweging die hier aan de orde is, ermee gebaat is, dat er toch nog andere dingen moeten gebeuren, dan heeft het college wel behoefte aan wat richting, eenduidig, van deze raad, wat dat dan precies behelst. En wat voor tijd wat we ons daarbij kunnen voorstellen, wat het college haalbaar acht, zodat we ook in termen van de verwachtingen elkaar een beetje tegemoet kunnen komen. Het is makkelijk gezegd om te zeggen, als u nu een haalbaarheidsonderzoek bij ons neerlegt, dan is het wat ons betreft goed. Maar dan geef ik u op een briefje dat je dan nog een hele discussie blijkt te kunnen hebben over wat een goed haalbaarheidsonderzoek in uw ogen en misschien wel van het college dan zou zijn. Dus die weg zou ik toch eigenlijk u niet aanbevelen, laat ik het zo zeggen. Maar u gaat erover, dus vandaar dat ik bij u neerleg waarmee doen we dit onderwerp het meeste recht. En daarom maak ik ook dat onderscheid tussen het op de agenda houden en behandelen betekent nog niet dat je dit besluit ook als zodanig agendeert. Dat kan ook een ander besluit blijken te worden. En daar gaat u zelf over. En ik hoor een aantal elementen al genoemd worden die ingaan op van nou, we hebben in ieder geval nog wel een andere behoefte die we ook moeten adresseren. En die is al aangesproken door in ieder geval mevrouw Vissering en de heer Boy. Meneer Zuur nog. Ja, voorzitter, als de heer Boy nu zegt, we schrappen het van de agenda, want wij willen eerst een haalbaarheidsonderzoek, dan denk ik dat hij dat haalbaarheidsonderzoek niet krijgt. Want het college heeft dit voorstel neergelegd en wij worden geacht daarover te beslissen. Dus alleen al dat maakt het volgens mij noodzakelijk om het überhaupt te bespreken. Goed, ik denk dat de argumenten om even over het agendavoorstel te besluiten, de ingrediënten van de afweging zijn wel benoemd. Wilt u daar even kort over schorsen? Ja, ik graag dat even een schors hierover. Ja, graag. 5 minuten. Moet voldoende zijn, denk ik, toch? Dan zijn we bij de besluitlijst van 18 december. Heeft iemand daarover opmerkingen? Dat is niet het geval. Al dus vastgesteld. De voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken. Een groot aantal, 23-tal ter kennisname aannemen en 1-2-tal ter afdoening in handen van het college. Wenst iemand daarover het woord? Is niet het geval. Is conform het afdoeningsvoorstel besloten. Daarmee zijn we dan bij agendapunt 6 gekomen. En dat betreft de voorstellen. Ik zal even doorscrollen. Die als hamerstuk zijn genoteerd. Als eerste hebben we na een memorabele behandeling van het allereerste bewonersvoorstel tijdens de vorige commissievergadering. Het agendapunt over het inwonersvoorstel Talentencentrum Coevorden. Met het voorstel om het college daarvoor een voorstel te laten voorbereiden. Het voorstel van het college in zaken de archiefverordening 2018, de aanpassingen daaromtrent.
Het voorstel in zaken de uitspraak die van de raad wordt gevraagd over de samenvoeging openbare basisschool De Pyramide in Erm en de Akker in Sleen. Het vierde hamerstuk is het voorstel in zaken het bestemmingsplan Bennevelderstraat 36 te Benneveld. En als laatste de vijfde hamerstuk. Het voorstel in zaken de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een tweede bedrijfswoning en de bouw van een werktuigenberging aan de Nieuwe Dijk 23 te Coevorden. Daartoe is in de commissievergadering besloten dat dat bij hamerslag kon worden afgedaan. En dat is conform dan geschied. Er zijn geen stukken aangeleverd waar een korte stemverklaring voor is gevraagd. Er is thans nog één stuk over onder de categorie bespreekpunten. Dat is 8.2. Het voorstel in zaken benoeming ledenraad van toezicht de nieuwe vesten. Ik kijk even. Over personen kunnen we formeel met briefjes stemmen. Tenzij u bij acclamatie zegt, met de algemene stemmen dus, zegt wij kunnen wel bij acclamatie instemmen met algemene stemmen. Dan is dat bij deze ook conform besloten. Dan meld ik u dat wij over willen gaan tot het besloten deel van de vergadering. Dat kan ook een kort deel zijn. En daarna, direct daarna, is de sluiting. Ik vraag de mensen op de publieke tribune die niet het recht hebben om hierbij aanwezig te zijn bij een besloten vergadering om de zaal te verlaten. Wij vergaderen achter gesloten deuren. En daarbij zal ook de vraag aan de orde zijn of u inderdaad instemt met het behandelen in beslotenheid van de aldaar geagendeerde onderwerpen. Dat moeten we nu met elkaar wel even vaststellen. Kunt u daarmee instemmen? Dat is het geval. Dan gaan we nu over tot het besloten maken van de vergadering. Schors een korte periode. Dank u wel. De vergadering is gesloten.